Bedankt, voorzitter. Leden van het geacht college. Het is inderdaad zo dat de regering een pand heeft gekocht voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd samen. Met name het directoraat Arbeid. Dit is het pand waar nu bekend staat als Hotel Babylon. En de noodzaak was daartoe, voorzitter, omdat we in principe geconfronteerd werden met de verhoging van de huur van het pand aan de Eddy Brumastraat en wel van SRD 180.000 naar 1,5 miljoen per maand. En voorzitter, op mijn begroting van 2023 had ik precies 3 miljoen voor jeugdzaken. En ik ben geen minister die 18 miljoen gaat geven aan een verhuurder, terwijl ik mijn beleidsprogramma's onvoldoende middelen heb. Daarom is er ook toen besloten om over te gaan tot de aanschaf van een pand. We waren dat al van plan in 2022, maar we zijn toen Hosta Apartment misgelopen, omdat toen we bezig waren de koop te beslechten, het pand geveild is geworden door de bank. We zijn daarna op zoek gegaan naar een ander alternatief. Drie panden zijn toen geïdentificeerd geworden, namelijk Oud-Glansgebouw aan het Kerkplein, Casana aan het Van Hogeruitstraat en Hotel Babylon. Een interne commissie van Arbeid, bestaande uit directieleden, heeft toen Hotel Babylon het best bevonden, waarna we verder het proces hebben ingezet, namelijk middels een raadvoorstel toestemming vragen voor de koop. Werken is goedgekeurd in de regeringsraad. We hebben toen, om het pand daadwerkelijk te kunnen komen, moesten we een hypotheek afsluiten bij Trustbank Amina voor de voorfinanciering. En we zijn erin geslaagd vorig jaar, december, om de eerste betaling te doen. En ik kan u aangeven, voorzitter, dat het bedrag voor de koop opgenomen was op de begroting van 2023. Het restant bedrag dat dit jaar betaald moet worden is ook opgenomen op de begroting van 2024. En we praten over een totaalbedrag van 3,2 euro. Ik kan u ook doorgeven, voorzitter, dat dit pand getaxeerd is geworden door GBB. GBB kwam op een bedrag van 2,7 euro. Maar dat was zonder de inboedel. Het pand 2,7 miljoen euro. Ja, daarop komt GBB zonder inboedel. Het pand is gekocht geworden met alle inboedel. Dat komt dus op een bedrag van 3,2 euro. En voorzitter, de bedragen die circuleren, alsof het pand zou zijn gekocht voor 5,1 miljoen, kan ik gerust verwijzen naar het Rijk der Fabelen. We hebben geen cent meer dan 3,2 euro betaald voor dit pand. En ik kan u ook doorgeven, voorzitter, dat we sinds eind januari uit het pand zijn aan de Eddy Brumastraat. We zijn op dit moment versnipperd. Arbeid opereert op dit moment in COVID-mode. Dat betekent dat het gros van mijn personeel op dit moment thuis zit, omdat we geen onderkomen hebben. Ik zit op dit moment aan de Franciepanenstraat 12, boven een winkel, wat DNV absoluut heeft afgekeurd voor de veiligheid. Onze goederen zijn opgeslagen in een loods aan de Duisburglaan. Dus we hebben op zeer korte termijn een pand nodig om in te trekken en normaal weer onze dienstverlening aan het publiek te hervatten. We hopen dat op 26 maart de overdracht van het pand plaatsvindt, waarna we in april kunnen beginnen met de verhuizing en het wederom oproepen van het personeel om in wat nu bekend staat, Hotel Babylon, hun werk te komen verrichten. Dat is de toedracht, voorzitter. Ik kan u ook nog meedelen dat er geen enkele opdracht is gegeven zijdens de president van de Republiek Suriname om het pand te kopen. De enige bemoeienis van de president was in de regeringsraad, toen daar om toestemming is gevraagd. Verder is er geen enkele bemoeiing geweest
De koop nogmaals is geleid door een interne commissie van arbeid. En ik vind het heel jammer, en dat wil ik benadrukken, voorzitter. Ik vind het heel jammer dat het goede werk dat door ambtenaren is verricht op deze wijze wordt besmeurd door een social media campagne. En dat kan ik u ook aangeven. En tenslotte, wat mij persoon betreft, voorzitter, ik ben een tevreden mens. Ik ben tevreden met wat ik heb. Ik heb altijd een zeer goede naam gehad binnen het CARICOM secretariaat, binnen de ILO. En ik ga mijn goede naam niet te grabbel gooien voor 6 ton US. Hoeveel? Oh. Nee, niet reageren. Gaat u door als u klaar bent. Dat ga ik zeker niet doen, voorzitter. Dus de koop, ik heb alle stukken hier. Als uw college die stukken wenst, kunnen we u die toen toekomen, zodat u de hele geschiedenis kunt volgen. Maar dat is het in grosse lijnen, voorzitter. Goed, dank u wel, minister, voor uw bijdrage. Ik denk dat het goed is om de stukken met ons te delen. Dan is alles uit de wereld gehaald. Dank u wel.